doelschot. Ze gaan naar dit seizoen weg bij AFC. IJsselmeervogels lijkt een optie te zijn voor de voormalig trainer van Rijnsburgse Boys. Want daar was hij ook trainer. En Rijnsburgse Boys doet het goed in de competitie. De laatste 6 wedstrijden werden gewonnen. AFC met Van Zon. Van Zon, dit is Tameres. Opnieuw Van Zon. Openingsfase van de wedstrijd. Goed ingespeeld. Van Zon. Visser, is het een penalty? Het is een penalty. Gegeven door Joey Coy. En zo komt HFC al vroeg in de wedstrijd tot een scoringspositie. En het is inderdaad een strafschop. Vanaf 11 meter. Kastien met nummer 12 van het seizoen. Ja, de transfer richting Telstar is er nog steeds niet van gekomen. Afgeketst. Omdat de clubs er niet uitkomen. Want Telstar zou een paar spelers leveren aan HFC. Nou, daar heeft de keeper van HFC alle geluk van de wereld. Nou, niet in de naastoot. Wat een fout van Rossum. En daar is de gelijkmaker. Gescoord door Halman, zijn tweede van het seizoen. Ja, dit is natuurlijk heel slecht. Afvallende bal voor Halman. Dan is daar de koude kunstje. Dan is het 1-1. Kastien. Goed, richting Tameres. Is het buitenspel? Nee. Ja, dan had de ervaren Tameres meer mee kunnen en moeten doen. Dat balletje was goed. Daar was niks mis mee. Nog steeds 1-1. Daar hebben beide ploegen weinig aan. Balbezit voor HFC. De Visser. Heeft ruimte. Heel veel ruimte. Sterling. De Visser is inmiddels doorgelopen. Sterling naar binnen. Sterling. En zo blijft het dus 1-1. Krijgt HFC nog een hoekschop in de slotfase van de wedstrijd. Maar ja, dat levert niets op. En hij is boos. De trainer van Rijnsburgse Boys. Mulders die denkt van, hallo, we moeten nog even spelen. Ja, zo blijft het dus 1-1 en laat Rijnsburgse Boys kostbare punten liggen in de strijd om de koppositie.